Langeveld, meneer Langeveld, hoe is de wedstrijd verlopen vandaag? Ja, vrij goed. Het was een mooi parcours. Iedereen had zin om hard te koersen. En ja, uiteindelijk zat ik voor mezelf, kwam ik in een groepje terecht, ja, net achter de eerste groep. En dat bleef eigenlijk zo tot aan de finish. Maar, speciale betekenis deze wedstrijd voor jou? Ja, op zich niet echt. Het is natuurlijk wel een mooi parcours in Vlaanderen. Ja, deels over het WK-parcours van volgende week. Dus ja, ik heb er wel van genoten. Jij gaat volgende week mee met het Nederlandse team? Ja. En wat vind je van het parcours? Heel zwaar, denk ik, hè? Ja, goed. We hebben vandaag natuurlijk niet het hele WK-parcours gedaan. Maar ja, uiteindelijk is het een WK heel lang. Rondjes, 260 kilometer. Dus ja, dat wordt uiteraard gewoon een zware slijtageslag. Dus ja, iets om naar uit te kijken. Wie wordt jullie kopman, Van der Poel? Goed, ja, ik weet niet. Hij is nog niet 100% zeker volgens mij met zijn rug. Maar normaal gezien, als die gaat, dan zal Mathieu onze kopman zijn. Zeker. En wat denk je van de Belgen? Ja, die hebben een heel sterk blok. Hè, met de Van Aert in topvorm volgens mij. Evenepoel die heel hard rijdt. Dus ja, ik denk dat die misschien wel een van de sterkste landen zijn. Alaphilippe? Kan, ja zeker. Ja, ik heb het natuurlijk niet op tv gezien, maar ja, Alaphilippe is ook iemand die er altijd in grote koersen altijd wel staat. Dus ja, die moet je zeker niet uitplakken. Je hebt het parcours al verkend van het WK? Ja, ik heb het gereden, ja. En waar valt de beslissing? Ja, het is natuurlijk, WK valt de beslissing relatief laat, maar het is apart. Het is iets anders. Je rijdt natuurlijk verschillende rondjes. Een grote aanloop, 55 kilometer. Ik zeg niet dat het overal kan gebeuren, maar het zal de koers een beetje uitwijzen. Uiteindelijk is het traditiegetrouw zal het wat later gebeuren op het WK. Laatste vraagje misschien een hele moeilijke. De moeilijkste van allemaal. Wie wordt wereldkampioen? Goh, ja, dat is moeilijk. Hè. Maar als ik iemand moet tippen, dan is het toch wel Wout van Aert. En voor Nederland medaille? Ja, dat kan. Hè. Het hangt natuurlijk een beetje. Als je een Mathieu hebt in topvorm, dan is die altijd favoriet. Dus ja, we gaan het zien. Het zou weer mooi zijn als die twee mannen met elkaar kunnen duelleren. Oké, succes voor jullie al. Ja, dankjewel.